moeilijkere regels, namelijk voor FTP. Dus ik heb mijn firewall, ik heb mijn server staan, mijn eigen FTP-server, lokaal, waar dat dus clients vanuit internet bestanden kunnen komen afhalen. Ik zal ook terug een nummer geven, 2.2. En ik krijg dus een client vanuit internet en die wil graag een bestand gaan afhalen van mijn FTP-server. Die heeft IP 1.1.1 gekregen. Er zijn twee soorten FTP eigenlijk. Dus we beginnen met de oudste, de actieve FTP. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus de eerste stap, dus de poort die dat de meesten misschien wel kennen, is dat de client naar poort 21 op de server iets gaat aanvragen. Een FTP-verbinding gaat aanvragen. Als ik dat terug ga definiëren met mijn regels, is dat protocol dat ik ga vastleggen. Ik ga ook vastleggen welke richting. Ik zal gewoon in-out schrijven. In of out. Ik ga vastleggen welke poort dat ik gebruik. Poort source. Port destination, IP-adres van de source, IP-adres van de destination en dan eventueel een status. Dus de allereerste verbinding hier is vanuit de client die wil graag een FTP-bestand van mijn server gaan halen. Het protocol dat ik ga gebruiken hiervoor is TCP, want ik ga ook poorten definiëren. Het is voor mijn firewall inkomend. De poort die de client gebruikt, die gaat groter dan 1023 zijn. Meer weten we daar niet over. De poort van de destination is poort 21. Het source adres dat er gebruikt wordt, is die van de client 111. 1, destination is 2222 en de status, we weten dat dat een nieuwe verbinding is. Het speciale bij actieve FTP is dat die client dan ook dat dan speciaal een poort meegeeft. Die zegt eigenlijk in dat bericht, ik zal hier poort bij schrijven, die steekt daar een bepaalde poort in die dat die graag waarlangs hij wil gecontacteerd worden. Dat is de eerste stap. De tweede stap dan is vanuit de serverkant. De server gaat op dat moment terug naar vanuit poort 21 een berichtje terugsturen. Tweede stap. Die gaat dat eigenlijk bevestigen. Dus dat vertrekt vanuit poort 21. Dus TCP. Dit keer niet inkomend, maar uitgaand. De poort waar dat hij van vertrekt is poort 21. De poort waar dat hij naartoe gaat is die van daarnet, een bepaalde poort van een client. Ik kan misschien wel hier een poort ingeven dat het duidelijker is welke nummer dat is. Dus bijvoorbeeld de client gaat hier poort 2020 gebruiken. 2020. Dat is zomaar een random nummer. Dat is misschien niet zo goed gekozen in verband met FTP. Ik ga er 40-40 van maken.
40. Hij kiest een nummer tussen 1024 en 65.536. En dus mijn server gaat terug naar die poort verbinden, 4040, om te zeggen dat het eigenlijk oké is om te gaan verbinden. Vanuit mijn server naar mijn client, terugkerend. Die verbinding die is established, dus die heeft hij daarvoor al gevraagd. Dus tot hiertoe is dat eigenlijk ongeveer hetzelfde zoals dat HTTP gaat werken. Alleen gaat hij nu vanuit de server gebruik maken van het poortnummer dat hij heeft binnengekregen. Dus hij gaat nu als stap weer een uitgaande verbinding doen. Dit keer vertrekt hij vanuit poort 20 en dan verbindt hij zich met de client. Dus hij vertrekt TCP uitgaand, vertrekt van poort 20, moet naar poort en dan telt hij er eigenlijk eentje bij op, 4041, bij de nummer die dat eigenlijk heeft gekregen. Dus dat is belangrijk, omdat daar, ik zal het erbij, poort plus 1. Dezelfde source, vanuit de server dus, wordt er een verbinding gemaakt naar die client. Dat is het datakanaal. 21 is het controlekanaal, 20 is het datakanaal. Die verbinding die definiëren we als established, want hij wist ervan daarvoor dat die ging moeten ontstaan. En die is ook related. Dus related betekent hier dat die, ook al draait die op een andere poort, heeft die te maken met die vorige verbinding. Dan als laatste stap gaat die client kunnen connecteren naar die server. Dat is de vierde stap. Kan die zelf vanuit die poort eigenlijk, hier is dat poort 4041, kan die gaan verbinden met die poort 20 om zijn data over te sturen, te ontvangen en te sturen. TCP ook, dit keer inkomend voor mijn server, en die gaat vanuit de poort 4041, gaat die connectie leggen met poort 20. Hij vertrekt vanuit de client, dat is de nummer 1, en hij gaat naar de server. Die verbinding is ook established. Dus dat zijn de regels dat er nodig zijn om wat dat ze noemen actieve FTP te gaan doen. En dat is op mijn server, mijn lokale server. Het moeilijkste voor deze opstelling van actieve FTP, en de reden dat er een andere soort ontstaan is, is deze verbinding, de verbinding van poort 20 naar die poort van de client. Die client is daar niet altijd, en vooral zijn firewall is daar niet altijd op voorzien, dat er ineens, uit het niets, vanaf een poort 20 een connectie komt binnen gevallen naar een hogere poort, die dat dan ook al is established moest zijn en die dat daarvoor al een keer is aangevraagd. Dus dat vraagt eigenlijk actieve FTP op de kant van de client ook een firewall die dat ook verstaat, die dat ook gerelateerde verbindingen ziet, die dat direct zegt van ah ja, oké, deze client heeft hier die poort aangevraagd en dus dan gaat zelfs op die poort iets binnenkomen. Dus dat vraagt ook een statustabel bij de client. En vandaar dat er ook een andere versie is uitgevonden en dat is de passieve FTP. Dus bij de passieve FTP, ook eens overlopen, ga je dus ook de firewall weer hebben. Ik heb mijn server weer staan. En bij de truc bij passieve FTP is dat je eigenlijk gaat
proberen om enkel de client verbindingen te laten starten, zodat hij geen probleem heeft dat er ineens iets binnenvalt. Dus er gaat meer geïnitieerd worden vanuit de client eigenlijk. Dus ik heb hier weer de client 1.1.1.1. Ik heb mijn server de 2.2.2.2. En dan kunnen er weer verbindingen gelegd worden. Dus de eerste verbinding gaat weer vanuit de client zijn. Dat is bijna gelijk aan de actieve FTP. Dus de client vraagt iets aan mijn FTP-server. Inkomend, ik zal even mijn lijntje terugschrijven, dus ik ga het protocol moeten definiëren. In of uitgaand. Voor mijn firewall, ik ga moeten zeggen welke de source port is. De destination port. Het source IP adres. Het destination IP adres. En dan uiteindelijk status. Dus voor mijn eerste verbinding kan ik daar al direct op plakken dat die TCP gaat doen. Die komt binnen voor mijn firewall. Die komt van een hogere poortnummer, aangezien dat de client is, groter dan 1023. Die gaat weer identiek als bij de andere server. Bij de actieve gaat die ook naar poort 21. Dus source groter als 1023. Destination 21 nog steeds. De source is nummer 1. Destination is nummer 2. En status, ja, dat is een nieuwe verbinding. Het speciale wat hij daar meegeeft is passv, om te zeggen dat hij passieve FTP wil starten. Dan weet die server, ah ja, deze is passieve FTP. En dan zie je wel wat er gebeurt. Dus die server, het eerste wat hij gaat doen is antwoord sturen. Oops. Dat is de tweede verbinding, dat is uitgaand voor mijn firewall. En de server, de FTP server, die gaat zelf eigenlijk een nieuwe poortnummer doorgeven. Dus een poort groter als 1023. Gaat die open gaan zetten voor die client. Dus je pakt zelf een at-random nummer, of dat kan je instellen bij je FTP server, welke nummers dat die kan openzetten. En die stuurt eigenlijk die poortnummer door naar die client. Het is een beetje zo het omgekeerde van de actieve, waar hij daar juist de client zijn nummer ging doorsturen. Stuurt nu de server zijn nummer door en zegt, contacteert mij eens op deze nummer. Dus uitgaand is die verbinding de source poort. Vertrekt nog altijd vanuit poort 21. Nog steeds, ja. Dus 21, hij gaat antwoorden op die client met een hogere poortnummer. De source keert nu om, 2.2, gaat een bericht sturen naar de 1.1.1 en hij gaat een .1 en hij gaat een bestaande verbinding gebruiken, dat is established allemaal daarna. Derde stap dan is terug de client aanzet, dus de client krijgt dat toe. En die gaat dus dat poortnummer meekrijgen. Dat is iets wat ik hier ook moet. Oei. Dat is iets wat ik hier ook moet vermelden. Dus die gaat dat poortnummer meekrijgen. P groter als 1023 gaat die meekrijgen. TCP inkomend voor onze firewall. Dus dat is de volgende verbinding. Verbinding 3. Inkomend, hij komt van die client pakt een at-random nummer, een poort hoger dan 1023. Hij gaat naar
het poortnummer dat hier is opgegeven. Dus dat is vanuit de serverkant nu ook een poort hoger dan 1023. De source is de client. De destination is mijn server. Dat gaat nog steeds over een established verbinding, maar ook voor mijn firewall over een related verbinding. Want die weet, ah ja, deze poort open, die connectie die binnenkomt, heeft iets te maken met die connectie die hier ontstaan is, met de eerste connectie. En dan de laatste stap is dat er heen- en weerverkeer is. Dus dan heb je vier, de server kan naar de client data gaan doorsturen. TCP, dat gaat nu ook uit. Hij gaat een vertrekken vanuit zijn poort hier. Groter dan 1023. En hij gaat naar de client, die ook een poortnummer heeft, groter dan 1023. Hij vertrekt vanuit de server en hij gaat naar de client terug. Die verbinding is ook established. Zo, dus dat is de manier waarop dat je eigenlijk, als je zelf een FTP-server hebt, een passieve FTP-server kan een firewall geven. Dus de reden dat de passieve ontstaan is, is puur voor de client. De passieve gaat zorgen dat de client enkel connecties naar de server gaat leggen en niet zoals bij de actieve, waar dat die client ineens iets binnen kon krijgen eigenlijk. Dat is het voordeel ervan.